I know. En nu gaan we naar werk. Hey allemaal, ik ben terug van mijn werk. Ik maak mijn lunch, want nog leeg. Wow. Mijn bril is even aan het schoonmaken en ik heb daar geen machine voor, maar het werkt voor mijn gevoel beter als ik er even een beetje product op laat zitten. Ik ben omgekleed ook en klaar om te gaan. Ik wacht nu op mijn moeder Stante, want die komt me halen. Ik zet je even neer. Zo. Mijn moeder Stante komt me halen, want ik had het allemaal heel leuk bedacht met de bus en naar het station en dan zo de trein. Maar het probleem is, er is hier kermis dit weekend en dan besefte ik ineens van fuck, die bus rijdt niet. Want dat is exact het probleem wat ik altijd gehad heb op mijn vorige werk. Dat ik zeg maar niet naar mijn werk kon gaan toen ik elke dag, elke keer met die kermis vrij moest vragen omdat mijn bus niet reed. Ineens werden er allemaal alarmbellen in mijn hoofd en toen heb ik dus aan mijn moeder Stante gevraagd om me te komen ophalen. En die doet dat niet. Hoera, hoera. En de hamsters zijn er een aantal actief. Niet vies. En Muis, die ga ik ook missen. En mijn lieve kleine Dottie. Klein, je bent helemaal niet klein meer. Liefie. Lieve Dottie. Ik mis hem altijd het meeste, echt serieus. Als ik ergens naartoe ga, mis ik hem zo enorm. En ik ga ook nog even langs bij Birdie, want die heb ik gisteren ook niet meer gezien. Even kijken. Birdie Sanders! Birdie Sanders, hallo! Oh, quick startje. Quick startje. Ja. Oh, ik vind mijn haar zo pretty. Nu zit dat paars en dan heb ik het echt nog 1000 keer prettier dan vorige week. Ook al zit het er niet 100% goed in, maar het zit erin, dat is belangrijk. Goed, het is nu 35 volgens mij. Ja, met 10 minuten, 5 à 10 minuten is mijn moeder Stante hier. Dus ik denk dat ik snel naar beneden ga. En up to the trein naar Brussel. En dat is zoef naar Amsterdam. Ik ben er nog maar 5 dagen geleden geweest. Maar oké, we doen het gewoon nog een keer, want het is leuk. Oké, ik zie jullie straks weer. Helemaal voorbij. Wait. Haha. See her. I see her. Dan ben ik jarig geweest. Mm-hmm. Ja. Ik word oud. Nou, ik ben ouder. Mm-hmm. Vind je het leuk hier? Nee. Jawel. Boodschapje is gedaan. Ja, want dit. Wat? Ja, Maria, morgen gaan we allemaal leuk.
de flintstone. Yeah. We hebben allemaal gedaan, centrum en naar haar school gaan kijken. Ja. Noord. Nu wel. En daar was kermis. Daar heb ik ook klopt. Ik heb de eerste keer Subway gegeten en het was wel oké. Maar Huh? Ja, foto's gemaakt. En een beetje geshopt. Tadaa! En weer. Dit Ravenclaw shirt. Ding van de Primark. Van de raamtrein van de Primark. En nu gaan we nog foto's maken waarschijnlijk. Ja. En de avond dit zoeken en Bernie Mieren! Yay! 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 Bedankt, doen! Stiekem hebben we een andere missie, maar... Don't tell us. Ik heb mijn nieuwe hemdje al aan. Hi. Steffi aan het drinken. Wauw. Wat moet ik zeggen? I don't know. Zoom. Ja. Happy birthday. Cookies! Da, da, da. You okay? Mm-hmm. Yeah. Stomach op de bak. Yay. We maken pannenkoeken. Yes. Tada. Yay. Ik ben de pannenkoekenbak. Yes. Pannenkoekenbak. 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 En ze heeft mijn make-up gedaan en het ziet echt helemaal eerlijk. Focus die niet. Hij zit wel heel mooi. Ik ben er heel blij mee. En daar gaat weer de meter met de blauw-wit trekken. Yo. Ja, dat zie ik hier niet doen. Oh, dan moet ik het even laten zien. Nee. Weet ik niet. Kijk, dit is het uitzicht. Er is net een metro weg, maar oké. Tada, het is echt mooi weer. Ik ben blij om. Maar dat is het weer. Oké, dan ga ik hem opeten, goed? Yes. Dit ruikt zo lekker, is opgemaakt, maar oké. Joe. Focus op het. Joe, focus op de pannenkoek. Oké, ja, hi. Yay. Ik stop met opnemen. Yeah, we gaan eten. En hopen dat er mensen komen, want daar maken we het ook voor. Voor mijn ganggenootjes. Dus doei! Hi. Hey lieve mensen. Ik ben echt net een minuut geleden de douche uitgestapt. En nu zit ik hier om deze vlog even een einde te geven. En ben weer thuis, zoals jullie zien. Ik heb het hier wel gemist hoor, met beestjes en... Eerst wat ik altijd doe is gewoon al die diertjes langs gaan, maar goed. Het is 20:20. Lekker laat. Ik ben ook best lang in Amsterdam gebleven tot... Hilda! Hilda, wat doe je? Hilda!
Don't do that. Don't do that, Hilde. Nee, ik ben tot 8:20 in Amsterdam geweest en dus het al is gepakt naar Brussel. Die had een beetje vertraging, maar gelukkig had de volgende trein ook vertraging. Holarie. Ja, het was een leuk weekend. Er zijn ook een aantal iets minder leuke dingen gebeurd, maar daar probeer ik niet te veel meer aan te denken. Ik vind het gewoon jammer dat bepaalde personen een beetje moeten tussen mij en mijn beste vriendin komen. Omdat ze daardoor dikke ruzie krijgen altijd. Maar aan de andere kant is de ruzie krijgen ook goed, want dan besef je wat je aan elkaar hebt en dat je elkaar echt niet kwijt wilt. En misschien onrechtstreeks door die ruzies worden we alleen maar sterker. Even Hilde eruit pakken, want Hilde is irritant. Maar goed, ik was ook jarig geweest in 19 september, dat weten jullie wel. En ik had van zit leuke cadeautjes gekregen, maar ik weet niet of ik die had laten zien. En daar zat hij een insecthoesje, want ik had voor mijn verjaardag van mijn moeder een mini insect gekregen. Dat is een Polaroid camera, voor jullie het niet weten. We hebben hele leuke, heel de blessed. We hebben hele leuke foto's gemaakt. Die zitten in de telefoon. Die pak ik zo even. Deze kaart. Zo schattig. Remember aan de Volks van Oostend. Deze doe-het-zelf-kit voor magneetjes te maken. Dat vind ik ook wel heel leuk. Voor bij de Instax. Papiertjes, foto dingetjes. En die wou ik zelf ook kopen met zo'n Frans Airpost dingetje. En die heb ik hem gekregen, dus dat vind ik heel lief. En dan hebben we nog een kadertje om Polaroid in te doen. Dat is een van onze Polaroids die we gemaakt hebben. Die ga ik waarschijnlijk erin stoppen. Wilde je op een niet handige plek? Ga gewoon daar. En dan heb ik ook nog een reepje Tony's gekregen. Deze oorbelletjes. En er is er eentje van afgevallen, maar die zit in de tas hoor, don't worry. Oorbelletjes. Ja, je ziet ze helemaal. De tweede. En ik denk dat het was. Hilde, wat doe je? Ik denk dat het was, maar maakt niet uit. Als ik iets vergeten ben, sorry. Ik denk niet. Sorry als ik het wel ben vergeten, maar sowieso het leukste cadeau was ook gewoon nog bij haar zijn. En we hebben rond mijn verjaardag ook al wat leuks gedaan. Dus ja. En ik heb ook hele leuke cadeautjes aan haar gekregen. Maar daarvoor moet ze jullie misschien vragen aan zitten of ze zelf een keer een video maakt. Want ik mis dit op YouTube. Maar goed. Hilde en ik en mijn visjes achter de camera. We gaan de vlog afsluiten. Het was een leuk weekend. Laten we de leuke dingen gewoon onthouden. En de rest. Fuck off. Hilde. We zijn blij met te zien, hè? Ja. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het wel leuk vonden, ook al heb ik niet heel veel beelden gemaakt. Heel de beetje niet, serieus. Ik heb niet super veel beelden gemaakt, maar ja, wat ik heb. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Bye. Hilde.